Goedemorgen, vanuit Durance, camping Durance. Ja, naast de camping, de camperplaats, volgens mij is de camping zelf dicht. Ja, daar achter de slagboom, daar staan we dus. En ik zal zo even aan die kant filmen. Hier vooraan staan de afvalbakken, een poepzakje weggooien van boven. En ik wandel eens eventjes hier kijken, er ligt een tennisbaan. Hierachter. Nou, oh, tennis wordt gisteravond ook. Dus, ja. Er ligt hier een iets drukkere weg naast, maar in de camper, op de camperplek heb je er eigenlijk weinig last van. De achtergrond, nog wat bergen. Ja, de camping is. Fermeture annuel, oftewel de jaarlijkse sluiting. Nou, voor degenen die het leuk vinden, hier in de buurt zit een krokodillenfarm en andere giftig spul. Dus ik maak me zo meteen weer vanaf de camperplaats waar de auto staat. Nou, ik film dit eventjes nu. Even naar de afvalbakken geweest. Die staan vooraan waar je binnenkomt. We zijn op de camperplaats in Cavaillon. Er de campingcar de la Durance. De Durance is de rivier die je hier ook onderaan op de foto ziet staan. Hier staat ook een evacuatieplan voor het geval de rivier overstroomt en dergelijke. Nou, als je hier aankomt, dan kun je dus, dan moet je de, er zitten van die detectielussen in de weg, maar dan moet je je camper gewoon voor de poort zetten en dan werkt deze automaat. Je kunt gewoon betalen met de Nederlandse bankpas. Het werkt. Alleen niet altijd direct, want er staat hier bovenaan ook, je drie kaartjes krijgt uit de automaat. Nou, de eerste keer dat ik dacht betaald te hebben, toen kwamen er maar twee uit de automaat. Nou, dan heb ik de hele procedure nog een keer moeten doen nadat ik eerst het nummer gebeld had wat hierop staat. En ja, toen kwamen er drie kaartjes uit de automaat. Toen ging ook gewoon, want er komt dan ook een kaartje met een barcode en die moet je daar scannen. En dan ging gewoon de poort open. Dus toen is het wel gelukt. Nou, we lopen hier nu even om. Als je er dan uitgaat, kun je hier scannen. Er is ook wifi. En er staat een gebruikersnaam en een wachtwoord op het blaadje voor de maand januari. Maar dat werkt niet. Dus. Ik moet even op boven letten. maar werkt niet. Dus wifi heb ik niet aan de praat gekregen. Ik heb weer het hulpnummer gebeld, maar ja, dat kan niet en het moet werken. En nou ja, goed, het werkte niet. Dus we hadden hier geen wifi. Waar me ook direct opviel hier, maar dat komt misschien ook omdat we helemaal in het zuiden zitten, dat op elke paal, of op elke paal, op verschillende palen brandblussers hangen. Hier hangen veel brandblussers. Misschien dat het toch. Te maken heeft ook met ja, het brandgevaar natuurlijk als het hier droog is. Er zijn een heleboel waterpunten, dus van deze paaltjes aan deze kant met twee kranen op die je dan deelt met je buren. Tussenin staat dan een blok met contactdozenstroom. Dus op dit stuk kunnen al, ik weet even niet, op het bord stond het, dus jullie hebben het vast kunnen zien hoeveel plekken precies. Maar er staan aardig wat stroompunten en aardig wat waterpunten, ook aan deze kant. Ik kwam er gisteravond aan in het donker, dus ik heb gekozen voor een plekje hier in het midden, omdat het was goed verlicht en dan kon ik tenminste zien waar ik ging staan en het zag er netjes uit. Ik ben bewust niet gaan staan
aan deze kant ook, omdat ik zag dat alles vol met takjes lag van de bomen. En ik weet uit ervaring dat als er al een eikel op het dak valt, dat deze mevrouw hier zich helemaal de pleuris schrikt en dan niet weet wat er aan de hand is. Dus ik ben aan die kant gaan staan, niet onder een boom. En ik kon niet gewoon, ik kan zien wat aan de overkant met het groen. Met het groen, of het daar, omdat het donker was, of dat een beetje fatsoenlijk begaanbaar was en niet te modderig voor de volgende dag, et cetera. Want hier is al iedereen weggezakt. Maar dat ziet er allemaal netjes uit trouwens ook, dus daar tussen het groen ook. De enige andere camper die er staat, die staat ook netjes tussen het groen aan die kant. Dit is de doorgang naar de naastgelegen camping. Ja, die is gewoon dicht. Dus volgens mij kun je hier in het seizoen gebruik maken ook van het zwembad en de sanitaire voorzieningen van de camping. Nou ja, goed. Zo op zich is de camperplaats niet heel verkeerd. Behalve dan dat er geen wifi, werkende wifi was. Twee loosplekken, dus één loosplek daar en één loosplek voor de ingang, die dan ook gebruikt wordt door mensen die gewoon even komen lozen. Dus een ander nadeel is, ik weet niet of je het kunt horen, maar er loopt hier best een drukke weg langs. 'S Avonds valt het allemaal mee en in de camper hoor je er helemaal niks van. Ik heb prima geslapen, maar overdag, de hele dag eigenlijk de deur open gehad en in de camper gezeten en dan hoor je hem toch wel. Ook is er hier een vliegveld in de buurt, want met regelmaat gaan er kleine en grotere vliegtuigen overheen. Hierachter trouwens zag ik toen straks iets van, volgens mij een drafbaan of zoiets. Ik zal eens even kijken of we hier ergens een beetje tussendoor kunnen piepen. En eens even iets kunnen zien. Maar dan echt, nee, je zult niet veel zien. Maar een of andere renbaan. En helemaal daarachter is voetbalvelden. Dus er zijn al kinderen aan het trainen. Aan deze kant zie je ook weer wateraansluitingen. Volgens mij, ik heb de straks aan de andere kant al even geprobeerd of ze het deden, maar ik zie hier een druppel eraan hangen. Dus even testen. Even fatsoenlijk de telefoon vasthouden, dat hij me niet zo meteen. En ik heb boven was met één hand. Ja, zie je, ook hier. Er zit nog gewoon water op. Dus, ik kom maar boven. Er staat nergens iets van, geen drinkwater of zoiets, dus ik neem aan dat het gewoon drinkwater is. Het zou ook raar zijn als er op de camp bij de plekken zeg maar iets anders als drinkwater zit. Dus ja, dit is de camping, camperplaats naast de camping in Cavillon. Durance heet die. Ja, wat zeg ik daarvan? Ik zou er niet heel gauw weer terugkomen, laat ik het zo zeggen. Nou, ik ga opruimen. En dan gaan we verder. Zo, als we er toch hier zijn, dus hebben we nog even water gevuld. Tankje is weer helemaal vol, 20 liter water. En dat was wel handig, want ik had een zo'n 5 liter drinkwaterfles gehaald bij de winkel. En ja, dat kost hier ook niks. Nog iets van 80 cent of zo voor 5 liter drinkwater in de supermarkt. Dus dat pak ik dan eigenlijk liever, omdat je niet weet in Frankrijk. Soms is het water heerlijk, maar dat is meestal in de bergen en dergelijke. Dan is er goed drinkwater en ook niet altijd. Maar heel vaak zit er zo'n chloorsmaakje aan en dergelijke. Dus daar hou ik niet van. Maar ik heb net mijn
5 liter glazen fles gevuld met deze. En dan had ik deze leeg. En denk, oh, dan kunnen we makkelijk even naar het kraantje op en neer lopen om de jerrycan met water om te wassen. Weer te vullen. Dus dat is ook weer gebeurd. Ik moest nog even naar de container. Dan kunnen we weer wolken aandrijven. Kijk, we gaan naar de kust rijden van hieruit. Als het goed is, hebben we vanavond een camperplek aan de kust. En kijken hoe het daar is. En hopelijk zijn die wolken daar weg. En een beetje zon hebben. Kijk, de waakhond die staat al te wachten. Hé? Hey? Boeke. Ja. Hé? Hé? Zie je zo? Ja, we gaan er vandoor. De bus loopt weer. Bo is weer naar voren. Oh, in de mandje. Die zit er bijna niet dat ze zo lijkt. We gaan van hieruit richting de kust naar de Côte d'Azur. En ja, ik ben benieuwd. De eerste plek vanavond zal weer zo'n, denk ik, volgens mij is het weer zoiets met dat campingkaartje wat we hebben. En dan kunnen we morgen even op ons gemak, dan kan ik vanavond eventjes wat filmpjes voor jullie in elkaar zetten. Want goed nieuws, we hebben een simkaartje werkt. Het heeft even wat voeten in de aarde gehad, maar het functioneert weer. Dus we hebben niet de free 100 gigabyte voor 20 euro die ik had willen hebben. Maar via Leclerc, de supermarkt, hebben we dus voor 10 euro 40 gigabyte. Nou ja, dat is ook niet duur. Dus het functioneert, het kaartje zit in de MiFi router. En het filmpje wat ik vandaag geüpload heb, dat is het filmpje vanuit Ville sous Anjou. Dat hebben jullie dus al gezien. En ja, dat was dus het eerste filmpje wat ik geüpload heb met de Franse data. Dus, nou, ik ga instappen. We gaan het terrein af. Kijken of we de slagbomen open krijgen. En dan meld ik me weer on the road. Nou, we staan voor de slagboom. En we gaan eens eventjes checken. Het kan vanuit de auto, dus ik ga er iemand doen. Ja, we mogen gaan. Nou, dat was de camperplaats in Carvignol. Dan kunnen we de bonnetjes. Ook weg doen. Zo. Leuk in het afvalzakje. Dat we zeer handig aan de achterkant van het bankje hebben hangen. Nou, een beetje meer dicht. En dan gaan we rijden. Na 400 meter neem op de rotonde de derde afslag. En het is ook echt groen. Het is eigenlijk allemaal groen dan. Het is hier van die eiken zijn het volgens mij. Die hebben geen blaadjes, maar een heleboel staat steeds meer groen blijvend spul allemaal. Dus dat is ook wel, wel grappig. We hebben de bredere D-weg verruild voor een smallere. We zaten net op de oude 17 N7 weer. Nu zijn we afgeslagen en dan beginnen we een beetje te klimmen. We gaan nu een stuk, volgens mij
loopt de route een beetje zo afgesneden door het binnenland, over een heuvelrug of misschien zelfs al meerdere, richting de kust. We komen ongeveer ten oosten van de Camargue, gewoon aan de kust. Er wordt heel veel straks toen we bij de camping wegreden, de Durance over, zag ik ook dat ze daar flink gritten aan het winnen waren. En hier links zie ik weer een enorme zandafgraving. Het zonnetje probeert weer achter de wolken te komen. Dit is wel weer een mooie route om te rijden weer. Groen, het zonnetje een beetje door. Ja, nou, ik zal eventjes, als ik toch aan de kletsen ben, doen we eventjes het simkaartje. Ik had dus het simkaartje gisteren bij Leclerc gekocht. Nou, dat ging eigenlijk. Ja, voor mij zonder problemen. Alleen degenen die na mij stonden aan de kassa. Want als je dan aan de kassa staat met zo'n blisterverpakking met een simkaartje, dan moeten ze van alles weten. Want ook Frankrijk valt net als Nederland en eigenlijk bijna alle Europese landen onder dat, volgens mij is het Nine Eyes groep. Om zogenaamd de burger beter te beschermen en dergelijke, maar die de overheden allerlei vrijheden geven om te spioneren op hun burgers. En als de wet van het land waar je in bevindt al zegt dat er niet gespioneerd mag worden op je eigen burgers, dan vraag je dus gewoon een van die andere landen die aangesloten zijn om dat voor jou te doen. Want dan mag je er eens wel. Maar goed, een andere discussie. We stonden dus bij de kassa en dan ja, moet je je naam weten, je geboortedatum, je telefoonnummer, e-mail, bla bla bla. Allemaal identiteitskaart moet je laten zien. Dus dat wordt allemaal geregistreerd bij de kassa. Nou, en vervolgens als je afgerekend hebt, ja, dan mag je gaan. Nog even doorgeven dat je zonder nummer. Ja, nummer behoud, dat je dat dus niet wil. Dus want anders gaan ze van alles invullen wat eigenlijk niet nodig is. Dat deden ze dus bij mij eerst, maar ik kreeg niet de eerste vraag. Dan kreeg ik op het einde de vraag van of ik een nummer. Nou ja, dan kan dat niet eens een Nederlands nummer overzetten volgens mij. Zover is er hopelijk niet. Maar er zijn trouwens ook 06 nummers daar in Frankrijk, dat wist ik niet. En vervolgens gisteravond het kaartje vol enthousiasme uitgepakt, in de wifi-router geduwd. Nou, het stelde niks voor en ik had direct een verbinding. Ja, dus denk mooi. Het werkt zeer eenvoudig. Of valt dat achter iets waarvan ik niet weet wat er is? Dan moet ik eigenlijk even stoppen zo meteen om te kijken. Dat er iets is wat kapot kon als het door de bus heen. Chased. Maar dat is dus een soort ja, startegoed wat op zo'n kaartje staat van 100 MB of zoiets. Nou, dat was, want ik had toevallig ook de laptop aan dat ik gewerkt had. En die begon dus gelijk vrolijk, want die dacht, hey, ik zit op wifi. Dus die begon gelijk vrolijk te updaten. En weet ik maar niet, dus die 100 MB die was eigenlijk direct al op. En ja, de ene kant me goed ook, want toen wist ik dus dat mijn tegoed van 40 gigabyte, dat dus nog niet geactiveerd was. Nou, van allerlei wat je krijgt bij die kassa, tig bonnetjes. Niemand achter me, dus dan kan ik dit even doen zo. Dan kunnen we even kijken wat er in gevallen is daarachter. Een stuk naar achter dat ik hier zo meteen niet door de grappel heen hoef. Dus
Ik ga even naar achter toe. Momentje. Daar zijn we weer. Het was dus de Bluetooth speaker die we vergeten waren op te ruimen. Nou, ben benieuwd of die het nog doet. Het zal wel. Kunnen we maar een stootje hebben, zo'n ding volgens mij. Maar goed, dus waar was ik gebleven? Ja, ik kon me dat nu maar niet meer weer vertellen. Hè. Oh ja, die bonnetjes. Je krijgt 10 bonnetjes mee, waar we allemaal nummers en weet ik wat niet op staan. Dus van alles geprobeerd. Google Translate erbij voor sommige dingen. Dus, maar ja, ik kreeg het niet voor elkaar. Dus vanmorgen daar stond ook een nummer op om te activeren. Na 1 kilometer neem op de rotonde de eerste afslag. De simkaart te activeren als dat in de winkel niet gelukt zou mogen zijn. Dat had ik al gebeld, maar toen kreeg ik dus een sms'je op mijn wifi router. Dat kan dus ook. Met een ander telefoonnummer in wat ik kon bellen als er problemen waren met de activatie. Die gebeld, maar die waren natuurlijk s'nachts om 2 uur, want zo laat was het inmiddels, niet meer aanwezig. Het was geen geautomatiseerd systeem, zeg maar. Dat nummer wat ik eerst gebeld was gewoon een geautomatiseerd systeem. Dus dat kon je gewoon midden in de nacht bellen. Wat dan wel weer handig is. Dus vanochtend, toen heb ik gebeld. Na 300 meter, neem op de rotonde de eerste afslag. En toen kreeg ik een zeer vriendelijke Française aan de lijn die zo goed als geen Engels sprak. En met mijn slechte Frans, dat kunnen we wel zeggen gewoon. Ja, zijn we er uiteindelijk wel uitgekomen dat zij mijn simkaart geactiveerd had. Dus ze zegt zo heel enthousiast van, nou, nu werkt het. Nou, ik denk, dankjewel. En toen testen. En ja, behalve extra sms'jes. De eerste afslag. Wilde er niks en kreeg nog steeds de melding, als ik op internet wilde, van mijn, mijn krediet, mobiel internet, is op. Nou, ik denk, kan niet, want ik heb net 40 gigabyte gekocht. Dus, uiteindelijk, maar weer gebeld naar datzelfde nummer. Kreeg ik een leuk cassettebandje waarin stond dat de wachttijd bijna een kwartier was. Het is maar weer opgehangen. Het is al die andere nummers gebladen en een service nummer gebeld. Na 700 meter, neem op de rotonde de derde afslag. En daar weer iemand aan de lijn gekregen die totaal geen Engels sprak. Mij vriendelijk vertelde dat een collega mij zou terugbellen die wel Engels sprak. Maar, want ze moesten natuurlijk eerst het telefoonnummer en het simkaartje hebben voordat ze überhaupt iets doen. Ja, ik denk dat werkt niet, voordat ik mijn Nederlandse nummer kon doorgeven. Ja, was de lijn ook alweer verbroken, dus maar weer terugbellen. En uiteindelijk kreeg ik dus direct de collega die Engels sprak aan de lijn. En die kon mij verder helpen. Die heeft een kaartje gecontroleerd. Na 300 meter, neem op de rotonde de derde afslag. Het was allemaal goed geactiveerd. Het kaartje moest uit de router. Weer in de router uit natuurlijk eerst, weer in de router, router opnieuw opstarten en dan zou het in principe moeten werken. Nou, het werkte nog niet. Toen wist hij mij te vertellen dat het normaal gesproken een uurtje ongeveer duurde voordat je online kwam. Nou, dat was het zo'n beetje. Een uur later als de eerste activatie. Maar dat het in uitzonderlijke gevallen wel 24 uur kon duren. Ja. Ik denk, dat zullen we toch niet hebben. Maar ik kon niet meer doen als mij vertellen dat ik geduld moest hebben. En ja, afwachten. Neem de tweede rechts. Dus dat hebben we gedaan.
En nou, nog geen 5 minuten later, in één keer ploep. Toen kwamen berichtjes binnen op de telefoon die verbonden was met de MIFI-router. En ik denk, hey, dat kan alleen maar als er internet is. Controleerd en ik kom direct op internet. Razendsnel, dus ik heb voor jullie gelijk het volgende filmpje kunnen uploaden. Het was het filmpje van de camperplaats in Wilsu-Anjou. En als het goed is, hebben jullie dat al gezien. Dus ja, we hebben 4G data. Na 400 meter, neem op de rotonde de tweede afslag. Ik moet zeggen, het filmpje was in 20 minuten geüpload. Terwijl het voorgaande filmpje dat we zeg maar, door de tunnels van Lyon gingen. Ja, dit was wel iets groter, maar een paar honderd MB groter. Niet enorm veel groter. Dat heeft een hele nacht via het trage Franse wifi-netwerk gelopen. En toen was het nog niet klaar. Toen verbrak de MIFI-router de verbinding omdat de batterij leeg was en heeft hij het toen afgemaakt via de data op mijn telefoon. Maar dit was nu dus over het Franse 4G in 20 minuten gepiept. Ik denk, nou, dat is mooi. Dus ja, we hebben weer data. We kunnen weer videofilmpjes uploaden. En wat ik begrepen heb is de maand de tweede afslag 1 tot 1. Dus zeg maar de eerste gaat elke keer de nieuwe maand in en dan heb je een nieuwe 40 gigabyte. En dus deze maand hebben we, ja, een halve maand al voorbij, maar we hebben wel 40 gigabyte tot de eerste gewoon. Dus ja. Nou, zoals jullie kunnen zien, dat jullie zijn er de hele tijd bij geweest. We rijden door dorpjes en smallere straatjes. Nou, kijk, dat is ook typisch Frankrijk. Er is hier een stoplicht en dat staat voor ons op groen. Maar als er geen stoplicht staat, dan rijdt iedereen gewoon door bij Zebrapad hoor. Dan moet je echt voorzichtig natuurlijk, maar al was het zeker een pad oplopen en dan zou het kunnen dat ze stoppen. Volg deze route nog 5 kilometer. Ik neem even een hap van de appel die ik net gelijk achterin gepakt heb toen ik de Bluetooth speaker opgeruimd heb. Maar goed, we zijn onderweg richting de kust en ik zal de camera weer, oh verschrikkelijk, die rappels weer inschakelen als we in de buurt komen of als er iets anders aan de hand is. Ja, er rijdt een camper, tiny house voor ons. Dat zie je nou ook weer, het is de tijd dat nieuwe chaletjes en dergelijke geplaatst worden op campings en zo. Dus dit soort convoy exceptioneel, die kom je dan weer de eerste afslag tegen overal. Nou, alleen in het achterste, daar past volgens mij de bus al 3 keer in. Even een avondwandelingetje met Bo maken. Ja, jullie zien natuurlijk helemaal niks volgens mij. En het waait ook nog. Dus dan zullen jullie er helemaal niks van horen. Maar als het goed is, en aan Bo merk ik wel dat het zo is, en ik hoor het, maar ik hoor de zee. We zijn aangekomen aan de Middellandse Zee.
Ja. Ik ruik hem. De Zilte Zee, gemengd met dennenbomen die hier staan. Dus ja, op het strand is het helemaal donker. Maar ik zie de koppen van de branding. Ja, en het is zelfs een zandstrand hier. Een boer denkt dat dit is helemaal niks of het donker is. Nou, ik ga jullie uitzetten, want jullie zien toch niks. We gaan hier morgen nog wel even kijken. Nou, ik ga het zo even proberen met de zaklamp een beetje schijnen. Boer, nee, trenna. Nou moeten jullie het toch horen dat we aan de zee zijn. Ja, met zaklamp heeft ook niet veel zin, zie ik. Even. Aan het einde van het lijntje zit Boel. Die vindt het helemaal geweldig in het zand. Rotsblokken hier langs de kant. En hierachter is de zee. Nou, ik ga niet naar die kant. Misschien kunnen we het hier eventjes een beetje. Kijk. Hier is een of andere steiger. Nou, we zijn aan de Middellandse Zee. Nou, we komen morgen wel weer terug als het licht is. Boe. Is dat fijn?